Even kijken, mooi. Goudgeel van kleur. Nee. En maar gewoon op de knieën. Dat lijkt wel niet meer van deze tijd, hè? Nee. En vooral met dat aardappelrooi niet. Dat gaat vaak al meer machinaal. En ja, wij rooien ze nog met groen loof. En dan moet je ze eigenlijk met de hand rooien. En vooral met die droogte. Worden ze heel gauw kaal. Dan gaat het velletje stuk. En is de houdbaarheid ook een beetje weg. Kijk eens hoe mooi. Nee? Is toch een pracht. Ik heb ze liever wat kleiner. Kijk, dit vind ik het mooist en het lekkerst. Ja, het is vanavond weer feest. Dan de ene dag eet je ze gekookt en wat je overhoudt, dat bak je de volgende dag. Wij zeggen op zijn West-Fries een stijve aardappel. Hé, dat eet je Frans ook. Dan eet je een stijve aardappel en dan kun je maar plakken snijden en lekker opbakken. Hé, vriend. Kom maar. Het is bijna tam. Ja. Kom hier. Hé? Ja, prachtig. Is het een tamme dan? Nee, toch? Het is een jong koutje die komt uit het nest vandaan. En op de een of andere manier is hij heel tam. En hij komt elke keer bij ons. En komt hij allemaal visite en dan komt hij allemaal lekkere dingetjes halen. Kunnen we een stukje doen? Jongens, zit die kringen weg. Ik kom uit een nest van 8 kinderen. Nou, van 7 jongens en 1 meid. En dan zaten we met z'n 10 aan tafel. En dan maakten we even 8 kilo operdoes rond, even soldaat. En dan aten we niks anders dan operdoes rond. Geen vlees en geen groenten. Deden we 6 weken lang. Nou, Gerrit, wat moet je hier? Nee. Maar wat is? Nou, op mijn nek. Zo.